Het blijft voorlopig wisselvallig herfstweer. Droog en zonnig najaarsweer zit er voorlopig niet in. Hoewel er best wel aardige momenten zijn hoor, waarin het droog is en het zonnetje nog even tevoorschijn komt. Er is inmiddels al aardig wat regenwater gevallen. En dat is niet slecht, want het was op sommige plaatsen nog langdurig droog. En de grond begint een beetje verzadigd te raken met vocht. Dus de paddenstoelen die schieten werkelijk de grond uit. En het hoort natuurlijk bij de herfst. En wat er ook bij hoort, zijn bewolking en regen. En dat hebben we met name in de noordelijke provincies. Daar beginnen we morgen mee. Het is daar behoorlijk nat. Bewolking, grijs en slechts 16 graden. Ik denk zelfs dat in de middag het zonnetje niet doorbreekt, maar op andere plaatsen wel. Zeker in het midden van het land. En echt droog en zonnig is het in het zuidwesten. En daar wordt het zelfs zo'n 19 graden. Maar in de namiddag en avond komt er wel een enkele regen- of onweersbui vanuit België binnen. Al met al, ja, grote verschillen in het land. De woensdag overal droog, maar daarna volop herfst. Oktober is nat, wisselvallig en onstuimig. Meer details daarover op onze website.